Dan even het issue, het gras. We kwamen hier aan, Jury, we zagen dat het droog was. Nu regent het, maar er is getraind. Zullen we even kijken naar hoe het na afloop van de training daaruit zag? Dat doen twee trainingetjes. En dat zijn dan nog hele lichte trainingen. Doen dat met het gras. En overigens een hele goede grasmat. Maar dit is morgen gewoon weg. Grasmat. Kijk, dit wordt er. Nee, maar dit is morgen weg, Tom. Dat wordt er afgehaald. Het wordt geprepareerd. En je zult zien, er komt een licht vlak matje morgen. Maak je geen zorgen. Maar droog. En dan sproeien ze het nat en is het niks aan het altijd. Prima. Al die wedstrijden worden tegenwoordig alleen maar gesproeid. Dat kunnen wij vinden, jij vinden. Maar laten we even vragen, ervaringsdeskundige van vanavond, Ron Vlaar, over het gras. Ja, het is een prima veld, vlak. Misschien ziet het van boven wat anders uit, maar dat komt omdat dat een andere ondergrond is dan dat wij gewend zijn in Europa. Wat meer zand, maar ik denk dat het prima in orde is morgen. Dat maakt me niet zo druk om. Niet stroperig? Nee, dat viel me eigenlijk. Dus ik denk dat Spanje hiervoor ook al opgetraind heeft. En morgen zal denk ik gesproeid worden. Dus dat maak ik me niet zo druk om. Temperatuur, vochtigheid? Ja, het is warm. Maar ja, dat hebben zij ook mee te maken. En wij moeten daar gewoon beter mee omgaan dan zij. Vind je het lekker? Het is anders. Of het lekker is. Je zweet veel. Maar ja, dat doe je sowieso tijdens sport. Alleen in deze temperatuur wat meer. Goed, Ron Vlaar en de andere spelers verlieten vervolgens het stadion om terug te gaan naar het hotel. Op wel een eindje rijden hier vandaan. En dit is dan Arjen Robben die als laatste, want hij moest bij de persconferentie zijn met Louis van Gaal. Dit is toch wel opvallend eigenlijk. Jury, moet je kijken? Ja. Als je spreekt over geen risico nemen, of is het, Louis van Gaal kwam als eerste aan, gaat als laatste weg. Die training was vrij strak georganiseerd van het Nederlands elftal. Warming-up. Bij de Spanjaarden bijvoorbeeld, rondootje, partijtje. Daar was het wat meer losser, wat speelser. Daar zag je wel wat verschil in. Dat wou ik nog even kwijt. Goed gevoel vanmorgen? Ja, ik heb wel een goed gevoel. Ergens wel. Maar dat komt ook. Je ziet die jongens en je verplaatst je een beetje in die jongens. Lekker voetballen. Ik denk niet dat het een afslachting wordt. Ik hoop op een gelijkspel of een winstpartij. Of een overwinning. Laten we het daarop houden. Terwijl wij hier de training zaten te volgen, klonk er een schitterend, knallend vuurwerk op. Omdat Brazilië scoorde. Kijk, je kunt het ook zien. Hè? Daar. Kijk, en je hoort mensen vanuit die favela. Je hoort een enorm gejuich opstijgen. Brazilië heeft gescoord. Dat was, ik weet niet of dat goal nummer 2 was of goal nummer 3. Ik denk de goal van Neymar. Oh, bij alle keren gebeurde dit, hoor ik nu. Ja, absoluut. Dat hebben wij trouwens ook zelf voor. Goed, dat is het wat ons betreft hier vandaan.